Haggai, de vers 7 tot 12, eerste hoofdstuk. Zo zegt de Heer van de legermachten: let aandachtig op uw wegen, ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heer van de legermachten, van wie in mijn huis dat verwoest ligt, terwijl zij uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land en over de bergen, en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Saltiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Dank u wel. Ik denk, verschillende onder ons hadden een beetje moeite waarschijnlijk om Haggai te vinden. Het is niet het meest gebruikelijke Bijbelboek dat wij aanhalen. En dus zou ik misschien nu al de raad geven om er een papiertje te plaatsen, nu je het eindelijk gevonden hebt, of een lintje, want we komen er straks op terug. En aangezien dat het vrij klein is, het is maar twee hoofdstukken, is het niet altijd zo evident om het terug te vinden. Zo, de prediking van vandaag heeft niet als titel Haggai, maar het maakt wel deel uit van het grotere geheel, waar ik al een tijdje geleden mee begonnen ben. Wellicht herinnert iedereen zich nog wel een prediking die nogal wat heel lang uitgevallen is. Dat was niet de bedoeling, maar toen had ik het vooral over de vraag van, als we het hebben over de profetieën zijn zich aan het vervullen voor ons, ja, waar hebben we het dan eigenlijk precies over? En ja, er waren heel veel zaken, zoveel zelfs, dat we er ongeveer anderhalf uur over gedaan hebben. Maar al die zaken die we toen besproken hebben, die komen niet voor in het nieuws. Nog op de televisie, nog in de krant, daar wordt eigenlijk amper aandacht aan besteed. Na die prediking ben ik verder gegaan met Ezra. Ik weet niet in hoeverre dat u zich dat herinnert, want het is ondertussen wel al een paar maanden geleden. En de reden daartoe is omdat in Profeten en Koningen, namelijk in het hoofdstuk Hervorming, en in het Engels is dat op pagina 417, staat geschreven dat al die hoofdstukken, dat hele gebeuren, namelijk het wegtrekken uit ballingschap en teruggaan naar Jeruzalem, dat dit hele gebeuren eigenlijk vol met wijze lessen is voor ons vandaag. En dus, ik had de vorige keer het over Ezra, waar we stilgestaan hebben bij het feit dat zelfs heel moeilijke beslissingen dienen genomen te worden. Ik weet niet in hoeverre u zich dat herinnert, maar op een gegeven ogenblik moesten die huwelijken die ongelijkspan waren, ontbonden worden. Zelfs al waren dat huwelijken al van vele jaren en waren er ook al kinderen uit voortgekomen waren. Een heel moeilijke beslissing, een beslissing waar Ezra er lang over gedaan heeft om dit aan het volk mee te delen, maar toch is het gebeurd. Ik ga natuurlijk niet Ezra opnieuw herhalen, maar vandaag zou ik willen verder gaan, en chronologisch is het niet exact, want eigenlijk is het andersom chronologisch, maar vandaag zou ik het willen hebben over Zerubabel. Zerubabel is een persoon over wie we het eigenlijk niet zo heel vaak hebben. Er wordt daar ook vrij weinig over gesproken of gepredikt. Er zijn daar misschien ook wel een aantal redenen toe. Ten eerste,
Ezra en Nehemia, dat is gemakkelijk. Er is een Bijbelboek Ezra en er is een Bijbelboek Nehemia. Maar er is geen Bijbelboek Zerubabel. En ook in het boek Profeten en Koningen is er geen hoofdstuk Zerubabel. Waardoor het ook wel een beetje zoekwerk vereist om, om meer te weten te komen van wat is daar nu eigenlijk precies gebeurd. De gebeurtenissen zijn nog relatief gemakkelijk te vinden, maar vooral van welke lessen zijn daarin vervat. En ik moet zeggen, een hele tijd geleden, waarschijnlijk herinner je het nog, heb ik van iemand een link gekregen van iemand die toch eens een prediking gedaan heeft over Zerubabel. En ik heb daar de laatste 3 weken een zeer dankbaar gebruik van gemaakt. Dus eigenlijk is het een prediking, laten we eerlijk zijn, gebaseerd op een prediking van Christopher Kramp. Maar het belangrijkste is dat God ons toch aangeeft van kijk, dit hele gebeuren dat ondertussen lange, lange tijd geleden gebeurd is, dat daar heel wat lessen in zitten die voor ons vandaag van toepassing zijn. En dus, Zerubabel, in Matteüs hoofdstuk 1 wordt Zerubabel wel degelijk opgenomen in die lijn die eigenlijk aangeeft van waar dat Christus komt. Dus Zerubabel is eigenlijk een voorouder van Christus. Ja. Maar als we het een beetje in een historisch perspectief willen plaatsen, dan is het nuttig om eens te gaan kijken in 1 Kronieken hoofdstuk 3. Ik zou het nu niet nemen, je kunt dat later eens nemen. Maar in 1 Kronieken hoofdstuk 3 hebben we gans die lijn van die koningen en dus van waar Zerubabel precies komt. Ja. Eigenlijk is het niet zo dat Zerubabel koning had geweest, mocht er geen ballingschap geweest zijn. Hij is de zoon van soms de tweede of de derde zoon, dus eigenlijk een zijtak. Maar zoals dat we weten, omwille van die ballingschap, ja, er zijn daar nogal wat koningen die terechtgesteld geweest zijn, of die dan uiteindelijk in ballingschap gestorven zijn. En dus een van die zijtakken, daaruit vloeit dus Zerubabel voort. En ik zou jullie dan nu wel uitnodigen om te volgen in het boek Ezra, want de gebeurtenissen op zich, die zijn te vinden in de eerste hoofdstukken van Ezra. En ik zou beginnen bij het vers 7, dus in Ezra hoofdstuk 1, vers 7 en 8. Daar lezen we dat ook liet koning Kores het gerei van het huis des Heren, dat Nebukadnezar uit Jeruzalem had weggevoerd, en in de tempels van zijn goden had geplaatst, tevoorschijn brengen. En Kores, de koning van Perzië, liet het tevoorschijn brengen onder toezicht van Mithridat, de schatmeester, en deze telde het uit voor Sesbazar, de vorst van Juda. Sesbazar is eigenlijk niets anders dan de Babylonische naam van Zerubabel. Dus er wordt expliciet bij verteld, Sesbazar, de vorst van Juda. Later, of laten we zeggen in alle andere verwijzingen in het boek Ezra over Zerubabel, wordt telkens gezegd de landvoogd. Eigenlijk is dat hetzelfde. De Sesbazar is eigenlijk de Babylonische naam. Wat we hier eigenlijk zien in deze enkele verzen, is dat koning Kores heel goed bewust is van het belang van het gerief, van het tempelgerief. Hij laat alles tellen. Hij laat alles uithalen. Hij laat alles tellen. En hij zorgt er ook voor dat dit gebeurt onder het toeziend oog van de schatbewaarder. Dus met andere woorden, hij gaat daar helemaal niet licht over. Die zaken worden overhandigd en worden dus uitdrukkelijk gevraagd aan Zerubabel van kijk, wil je die meenemen en ervoor zorgen dat die opnieuw op rechtmatige wijze zullen gebruikt worden waartoe ze ook bestemd zijn. Dus koning Kores geeft daar een heel groot belang aan. En ook Zerubabel natuurlijk, die daar ook aanwezig is. De les die wij hieruit dienen te trekken is dat ook wij zijn heel veel zaken toevertrouwd geweest. Als we terugdenken aan 1844,
en de jaren die daarop volgen. Als we terugdenken aan 1888, ook wij als volk zijn heel veel zaken toevertrouwd geweest. En ook wij dienen te begrijpen dat die zaken die God ons heeft toevertrouwd, dat die van de allerhoogste waarde zijn. Die zijn heel kostbaar. Die zijn zelfs zo kostbaar dat, als we het opnieuw letterlijk nemen, tot de laatste lepel geteld werd. Zelfs de lepels waren belangrijk. Wij zouden zeggen, ja, de hoofdzaak is belangrijk en details zijn details. Wel, in deze zijn er geen details. Elke waarheid die God ons gegeven heeft, is belangrijk. En wij dienen te begrijpen dat wij garant dienen te staan om deze goed te behouden, goed te bewaren, zodanig dat ze kunnen gebruikt worden naartoe ze bestemd zijn. Die waarheden die ons toevertrouwd geweest zijn, die dienen om eigenlijk aan alle stam, taal, volk en natie te brengen. Maar als wij die niet goed bewaren en als die door Babylonische verontreiniging zouden bezoedeld raken, dan kunnen die niet meer gebruikt worden waartoe ze bestemd zijn. Dus al van in het begin zien we inderdaad dat wat daar gebeurt eigenlijk een weerspiegeling of vol met lessen vervat zit voor ons. Als we verder lezen, dan zien wij in dus Ezra hoofdstuk 2, daar de versen 1 en 2. Dit nu zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit het midden van de in ballingschap van de weggevoerden, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Babel had weggevoerd, en die terugkeerden naar Jeruzalem en Juda, ieder naar zijn stad. En daar hebben we een aantal namen, waaronder dus Zerubabel. Wat wij eigenlijk hier dienen te begrijpen, is dat Zerubabel eigenlijk diegene was, of gans die groep, en iets wat verder staan dan alle namen en ook de aantallen. Uiteindelijk kan men zeggen, als we iedereen samen neemt, dan is dat zo'n kleine 50.000 mensen. Dat is de groep die gehoor heeft gegeven aan het allereerste decreet, dus het eerste decreet dat uitgevaardigd geweest is door Kores. Dat is een groot verschil met Ezra en Nehemia. Daar is in tijd toch ongeveer 70, 80 jaar tussen. Er is een groot verschil. Ezra en Nehemia hebben gehoor gegeven aan het derde decreet, hè, dat door Artaxerxes uitgevaardigd werd. Dat is dus heel wat later. Zerubabel en die groep van ongeveer 50.000 mensen, dat zijn diegenen die eigenlijk ook de bekommernis van Daniël gezien hebben. Ik weet niet in hoeverre dat u zich herinnert, maar in hoofdstuk 9 van het boek Daniël zien we dat Daniël heel bekommerd is en dat hij dan ook het gebed, het heel gekende gebed van Daniël 9, aan het bidden is, waarop dat een engel komt en zegt van: in het begin van uw gebed heb je iets gezegd dat God heel veel plezier heeft gedaan. Dus dat gebed is heel belangrijk. Nu, dat gebed vloeit dus voort, zoals ik zei, uit een bepaalde bezorgdheid. En wat was de bezorgdheid van Daniël? Daniël wist vanuit de profetieën van Jeremia dat die ballingschap 70 jaar zou duren. En hij wist dus heel goed van: kijk, de tijd is aangebroken dat we op het einde zijn van die 70 jaar. Maar hij ziet ook wel wat de toestand van het volk is. Zowat iedereen op een paar na, die waren geboren in Babylon. Voor hen Jeruzalem, Juda, is onbekend terrein. Ze waren daar nog nooit geweest. En dus Daniël begreep heel goed dat velen die tot Gods volk behoorden, dat zij bij lange niet meer zich vreemdelingen voelden in Babylon. En dat zij bij lange niet stonden te springen om gehoor te geven om uit Babylon weg te trekken en terug te gaan naar Jeruzalem. Ten eerste, ze kenden Jeruzalem niet. Ten tweede, als ze al iets van Jeruzalem wisten, is het van: het is een ruïne. Waarom zou ik al het bekende laten voor iets dat ik niet ken? Dus met andere woorden, Daniël was daar heel erg bezorgd om. En hier zien we, dus in Ezra hoofdstuk 2, dat toch een groep, 50.000 mensen, gehoor geven
aan dat decreet van Kores en wel degelijk Babylon achterlaten en terugkeren naar Jeruzalem, het land dat hen beloofd geweest is. Voor hen was dat het belangrijkste. Namelijk, God had hen dat land gegeven en dus daarom hebben ze gehoor om terug te keren naar Jeruzalem. Ten eerste zou ik zeggen, als we het getal horen 50.000, dan zouden we zeggen, ja, 50.000, dat is niet weinig. Als we dat hier in die zaal zetten, dat lukt zelfs niet. 50.000 is veel. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen van eigenlijk hadden het er 3 miljoen moeten zijn. Ik zeg maar een getal, ik weet niet hoeveel precies, maar eigenlijk had het veel meer moeten zijn. Eigenlijk was het een hele kleine groep ten opzichte van wat het had moeten zijn. Het is een kleine rest die eigenlijk heeft gehoor gegeven aan die oproep om Babylon te verlaten. En ik denk dat, nu ik die woorden al een paar keer gezegd heb, dat wie de Bijbel kent en de profetieën, dat we automatisch ook denken aan Openbaring 18. Komt uit, ga er mijn volk. God roept op om eigenlijk Babylon te verlaten en terug te gaan om ons klaar te maken om naar Jeruzalem te gaan. Het nieuwe Jeruzalem. Dus ook voor ons geldt die oproep. Letterlijk weet ik ook wel dat Openbaring 18 in de eerste plaats zijn voor diegenen die nu nog in Babylon zijn. Maar uiteindelijk ook voor ons. In zekere zin geldt die oproep ook voor ons. Voelen wij ons hier nu vandaag nog altijd vreemdelingen? Kijken wij naar het nieuwe Jeruzalem als zijnde ons ware thuis? Eigenlijk ook voor ons is die vraag nog altijd zeer van toepassing. In vers 68, dus ik sla de opsomming van alle namen van de teruggekeerden even over. En in het vers 68 van Ezra hoofdstuk 2 lezen we dan het volgende. Enige van de familiehoofden schonken, toen zij bij het huis des Heren dat in Jeruzalem is aankwamen, vrijwillige gaven voor het huis Gods, om het weder op te richten op zijn plaats. Naar hun vermogen droegen zij bij tot de schat benodigd voor het werk. Op zich is dat hier zeer merkwaardig. Ik laat even de tijd om de woorden die we zo net hebben gelezen laten doordringen. Maar wat staat er hier? Die groep gaat terug naar Jeruzalem. En wat is het eerste dat zij doen? Zij gaan niet naar huis. Zij gaan niet gaan kijken van wat is de toestand van de woning van mijn ouders of van mijn grootouders. Nee. Het eerste wat ze doen is, ze gaan naar Jeruzalem, daar waar dat de tempel stond, en zonder te weten wat de toestand is van de eigen woning, doen ze een offergave. Zij weten niet hoeveel dat ze zullen nodig hebben om hun eigen huis terug op orde te stellen, maar gaan onmiddellijk over tot een offergave dat nodig is om de tempel te herbouwen. Wat we hier eigenlijk zien, is die oproep dat Christus doet, zoek eerst het Koninkrijk Gods en al de rest zal u gegeven worden. God weet dat wij nood hebben aan een woning. God weet dat we nood hebben aan van alles en nog wat. Maar hier zien we inderdaad dat Gods volk dient eerst naar Jeruzalem te gaan, eerst naar de tempel en ervoor te zorgen het nodige te geven dat nodig is om die tempel te bouwen. Niet omdat God dat nodig heeft, maar omdat wij ons hart zo zouden voorbereiden om die bereidheid te hebben om Gods werk eerst te zetten. En al de rest zal daar wel uit voortvloeien. Ik ga verder naar Ezra, hoofdstuk 3, en daar het vers 2. En voordat ik dat vers lees, ga ik misschien al de vraag stellen van wat is er hier nu opmerkelijk? Daarnet hadden we gezien van het opmerkelijke is dat ze niet naar hun eigen huis gaan, maar naar de tempel gaan. Dat ze eerst het nodige doen voor de tempel en pas dan zich gaan vergewissen van hoe is het nu gesteld met mijn eigen huis.
Hier in Ezra, hoofdstuk 3, vers 2. En Jezua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Zealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël en daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Zoals ik zei van tevoren, wat is hier nu opmerkelijk? Wel, we gaan ons opnieuw proberen voor te stellen wat de situatie is. De stad is een ruïne. Er zijn geen muren. Er is niks. Rond zijn er volkeren die niet zo vriendelijk zijn. Laten we het zo omschrijven. Wanneer word je als een stad beschouwd? Wanneer kan je als een stad erkend worden? Wel, een van die criteria is dat je ommuurd moet zijn. Een dorp heeft geen muren, een stad wel. Wat is het eerste dat zij doen? Zij weten heel goed dat ze kwetsbaar zijn. Je mag ook niet vergeten, ze zijn niet met lege handen uit Babylon vertrokken. Ze zijn niet met lege handen vertrokken. Iedereen weet dat. Ook de volkeren rondom weten heel goed van, die zijn met heel veel gaven en giften uit Babylon vertrokken. En die stad is niet ommuurd. Die ligt eigenlijk voor de grijpen. Uiterst kwetsbaar, zonder enige verdediging, met nogal wat houtstukken en andere tempelgerief in goud. En wat is het eerste dat zij bouwen? Het eerste wat ze bouwen is een altaar. Ik denk niet dat er ooit een volk is dat dat gedaan heeft. Nu, wat is de les hierin? En ik spring onmiddellijk naar de dag voor ons vandaag. De les dat hierin vervat zit voor ons, is wij beseffen, wij weten heel goed dat wij ook in gevaar zijn. Satan gaat rond als een brullende leeuw, als een briesende leeuw. En hij verslindt één ieder dat hij kan. Dus wij beseffen, wij weten dat we uiterst kwetsbaar zijn. Maar wij moeten geen muren bouwen. Muren bouwen hebben in deze geen zin. Wat wij dienen te doen, wat hier gesymboliseerd staat als een altaar, dat is ons gebedsleven. De tijd nemen om als gezin ochtendwijding en avondwijding te doen. Een gezin, een gemeente dat verbonden is in gebed, is oninneembaar. Is als een vesting dat niemand kan innemen. Muren zijn niet noodzakelijk. Een altaar, dat is hetgene dat ervoor zorgt dat het oninneembaar is. En dat is eigenlijk ook hetgene wat hier gebeurt in dat vers 2. Als we verder lezen naar het vers 8, lezen we: in het tweede jaar na hun aankomst bij het huis Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Zealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, met hun overige broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen van 20 jaar en daarboven, om toezicht te houden op het werk aan het huis des Heren. Wat lezen we hier? We lezen dat Zerubabel, alle anderen, er zijn heel wat werkwoorden, er is heel wat werk te verrichten. En zij verrichten ook dat werk. Zij begrijpen dat ze bij wijze van spreken de hemd moeten opstropen en handen aan het werk slaan en vooruit gaan. Er staat ook geschreven dat zij hebben nagegaan hoe Salomo de tempel gebouwd had, van waar het materiaal kwam, en dat zij dus de nodige voorbereidingen troffen, de nodige plannen maakten om ervoor te zorgen dat er voldoende grondstoffen, voldoende materiaal aankwam, net zoals dat Salomo het deed. Met andere woorden, wat we hier zien is planmatig, met inzet, hard werken. Waarom? Wel, omdat ze heel goed weten van, kijk, wij hebben een doel, wij hebben een taak, en zij zijn geraakt geweest door datgene wat God hen eigenlijk gegeven heeft. Zij hebben gezien van, kijk,
uit Babylon weggaan, naar Jeruzalem gaan, uiteindelijk de reis is goed verlopen. Zij hebben gezien van inderdaad, wij kunnen hier opnieuw die tempel terugbouwen. En die zaken, die zegeningen, sterkt hen om dan ook het werk aan te vangen. En dat werk ook met beide handen aan te vangen. Dat is eigenlijk de boodschap dat we hier lezen. In het vers 10 zien we dan het resultaat daarvan. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heeren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met trompetten en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen, om de Heeren te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Dus we zien dat een van de belangrijkste werken in dat proces, namelijk het fundament, want al de rest zal uiteindelijk steunen op dat fundament. Het fundament is gelegd. Er is vreugde, er is al hard gewerkt geweest, er is gezamenlijk gewerkt geweest, er is een harde, grote inzet getoond geweest. Maar ook niet zomaar. Zij doen dat ook allemaal naar de aanwijzingen van David. Dus men ziet ook met welke zorg dat zij het doen. Zij doen het niet zomaar. Zij doen het naar de aanwijzingen van David. En er is grote vreugde. Maar, wij gaan verder naar het vers 12. En vers 12 begint met het woordje maar. Maar vele van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen geplaatst had, terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdetoon. Daar waar dat er eigenlijk vreugde is, waar dat er blijdschap is voor het werk dat verricht is, wetende het belang van dat werk, tegelijkertijd zien we iets anders. Wij zien dat er van binnenuit, dat is niet van buiten, van binnenuit, ja, er wordt geweend. En waarom wordt er geweend? Ja, komt de opmerking van, dat is allemaal mooi en wel, dat fundament, maar dat fundament is veel kleiner dan de tempel van Salomo. Het is veel kleiner, het is veel geringer. Ook in pracht en praal was het bij lange niet te vergelijken met de vorige tempel die vernietigd geweest is door Nebukadnezar. Wat we hier eigenlijk zien, dat zijn opmerkingen. Het zou misschien zelfs kunnen zijn dat het met goede bedoelingen zijn. Opmerkingen hoeven niet altijd met de bedoeling zijn van afbreuk te doen. Maar niettemin, zoals ik daarnet zei, het vers begint met een maar. En dat trekt alles naar beneden. Wat de bedoeling ook mag zijn, zelfs met goede bedoelingen. Maar soms is het ook met iets minder dan goede bedoelingen. Er wordt inderdaad heel veel kritiek gegeven. Niet voor niets dat in het Nederlands dat spreekwoord bestaat, hoge bomen vangen veel wind. Zerubabel heeft waarschijnlijk heel veel dingen moeten aanhoren. Niet altijd zaken die stimulerend zijn. Dus wij zien hier dat inderdaad die kritiek, die opmerkingen, dat die zaken die hier gezegd worden, dat geeft als resultaat, en dat zullen we straks ook zien, ontmoediging. En ik zou graag hebben dat we dit onthouden als probleem nummer 1. Probleem nummer 1 is dus die ontmoediging van de leiders, van Zerubabel, maar ook van het volk, we zullen het straks zien, omwille van dus die kritiek, die opmerkingen. Dat is probleem nummer 1. Maar er is nog een tweede probleem, en daarvoor gaan we naar Ezra, hoofdstuk 4, en daar de versen 1 en 2. En daar lezen we het volgende. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat zij die in ballingschap waren geweest, een tempel voor de Heere, de God van Israël, bouwden, kwamen zij tot Zerubabel en de familiehoofden en zeiden tot hen, laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God evengoed als gij. Hem toch brengen ook wij offers sinds de dagen van Eschardon, de koning van Assur, die ons hierheen heeft doen optrekken. Wat gebeurt hier? Wel, die volken rondom, laten we duidelijk zijn,
Het zijn geen Israëlieten, ze zeggen het zelf. Koning van Assur, Nineveh, heeft ons naar hier gebracht. Het is een vreemd volk. En zij zeggen, ja, maar wij aanbidden dezelfde God. Wij doen eigenlijk hetzelfde als jullie. Laten we samenwerken. Ook hier dienen we de les te nemen voor vandaag. Ook vandaag, er zijn heel veel christelijke denominaties. Er zijn er heel veel. Er zijn er heel veel die zeggen, ah, wij dienen dezelfde God. Er wordt heel veel gesproken over eenheid. Vaak wordt er dan ook zelfs verwezen naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, het hoge priesterlijk gebed. Het woord eenheid wordt heel vaak gebruikt. Maar jammer genoeg, de ervaring leert een beetje dat hoe meer men het woord eenheid en liefde gebruikt, hoe koeler en afstandelijker dat men in werkelijkheid is. En hier is dat net hetzelfde. Want als we verder lezen, in vers 3, zien we het antwoord van Zerubbabel. Zerubbabel, dus Jezua en de overige familiehoofden van Israël, zeiden tot hen, het gaat niet aan dat gij met ons een huis voor onze God bouwt. Want wij alleen willen voor de Heer, de God van Israël, bouwen, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden geeft. En ik denk dat als we dat lezen, dat het evident is hoe dat overkomt. Voor veel mensen is dat vrij arrogant en vrij hard antwoord. Want wat zegt Zerubbabel hier? Zerubbabel zegt van nee, wij gaan niet samenwerken. We gaan het alleen doen. En ik zou misschien eerst nog het volgende vers lezen. De versen 4 en 5. Ja. Toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om ten einde hun plan te verijdelen. Wat zien we hier? Wij zien dat zij die aangeven dat zij met dezelfde zorg, met dezelfde bekommernis, met inderdaad begrijpende het belang van het heiligdom, dat zij die zeggen zo te zijn, dat op het moment dat je daar niet op ingaat, dat uitgerekend zij diegene zijn die alles, maar dan ook alles in het werk stellen om het werk te stoppen. Daaraan zie je dan ook het ware gelaat. Als je werkelijk doordrongen bent dat de bouw van een tempel een opdracht is van God en dat iemand u een antwoord geeft dat jou niet aangenaam klinkt, dan ga je er niet voor zorgen dat de bouw van de tempel stopt. Maar als je aangeeft dat je weet dat die tempel van God komt, maar dat het ook niet meer is dan dat, dat het enkel woorden zijn, dat je in woorden beleidt iets te zijn, maar dat je in werkelijkheid dat niet draagt in je hart, dan zie je dat van met het ego gekrenkt is, dan zie je wat dat er werkelijk in het ego zit. En dan zien we hier inderdaad dat, alhoewel velen beleiden God op de eerste plaats te zetten, van zodra op hun tenen getrapt wordt, of als zij voelen van op hun tenen getrapt te zijn, dat de reactie uitermate hevig is. En dat zij eigenlijk zelfs alles in het werk stellen om Gods werk te stoppen. En ik denk dat ook wij hier, en ik ga hier niet het woord Adventkerk, maar Adventbeweging gebruiken. Het gaat niet om de kerk. Maar het gaat erom, zoals ik daarnet refereerde, in 1844 heeft God de meest kostbare boodschappen toevertrouwd aan zij die hem getrouw waren. Wij dienen ons bewust te zijn dat die meest kostbare boodschap, dat hetgene is die er zal voor zorgen, bijvoorbeeld in de luide roep, dat mensen de stem van God zullen herkennen en daar zullen gehoor aan geven. Het is onze heilige taak om ervoor te zorgen dat die boodschap
behouden wordt en uitgedragen wordt. Zowel het ene als het andere kan enkel en alleen gebeuren door mensen wiens hart werkelijk aan God is overgegeven. Samenwerken met diegenen die belijden in woorden God toe te behoren, dat gaat niet. Dat lukt niet. Dat is wat we hier eigenlijk zien. En dan weten we ook heel goed welke reactie daarop komt. En ik bedoel nu niet meer van buitenaf, maar van binnenin. Als je dergelijke opstelling hebt, dan mag je zeker zijn dat velen van binnenin, naast de kritiek over de tempel, dat hij kleiner is, dat hij minder groots is, minder fraai is, hier zal zeker de kritiek komen van geestelijke arrogantie, of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar velen gaan zeggen van, kijk, als iemand aanbiedt om samen te werken, dan moet je daarop ingaan. Dat zal, als je het standpunt inneemt van, nee, wij hebben de roeping om datgene wat God ons gegeven heeft te behouden, te bewaren, te bewaken, als je dit pad kiest, dan mag je zeker zijn dat er zeer harde reactie komt. En dat is ook wat er hier gebeurd is. Wij lezen verder in Ezra, nog altijd hoofdstuk 4, en daar het vers 5, en ik zou ook al het vers 24 willen nemen. In het vers 5 lezen we: zelfs kochten zij dus raadslieden tegen hen om, ten einde hun plan te verijdelen, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië. Dus wij zien, er zijn daar twee problemen. Kritiek en die druk van buitenaf, met het effect van binnenin. Die druk waarover we het hier hebben, die duurt dagen, weken, maanden, jaren. We hebben hier een tijdsbepaling. Het gaat over 12 jaar. 12 jaar lang heb je die twee zaken. En wat is het probleem? Het probleem is dat het volk inderdaad, niet enkel Zerubabel, maar het volk ook ontmoedigd raakt. Het werd vertraagd en vertraagd en vertraagd. En dan hebben we vers 24. Zo werd de arbeid aan het huis Gods te Jeruzalem gestaakt en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Het werk is zodanig vertraagd dat uiteindelijk koning Kores gestorven is. Er komt een nieuwe koning en de situatie is helemaal anders. Het werk moet gestaakt worden. Dat is eigenlijk het resultaat. Het resultaat van die twee problemen. In Ezra hoofdstuk 4, vers 24. Wij zien daar, ik heb het zo net gelezen, wij zien daar dat het werk gestaakt wordt. En nu is de vraag, hoe komt dan nu eigenlijk dat die groep, die 50.000, waarvan we nu al heel veel dingen gezegd hebben, wat is er nu eigenlijk gebeurd, zodanig dat die groep die Babylon verlaten heeft, die gegaan is naar Jeruzalem, die eerst naar de tempel gegaan is, die eerst een offer heeft gebracht voor de tempel, die pas daarna het eigen huis heeft bekeken, die groep die te werk gegaan is, die vol ijver het werk heeft aangevat, die planmatig gewerkt heeft en die zaken heeft gedaan naar de aanwijzingen van David. Het gaat over die groep. Wat heeft er nu eigenlijk voor gezorgd dat die groep het werk heeft gestaakt? Zoals ik zei, we hebben het verhaal van Zerubabel nu bekeken vanuit de hoofdstukken uit Ezra, waar we de feiten, de gebeurtenissen zien. En nu gaan we naar Haggai. Haggai is de profeet die leefde in de tijd van Zerubabel. En in het boek Haggai gaan we begrijpen van wat is er nu eigenlijk gebeurd in die periode van 12 jaar. Die periode waarin dat er continu die twee problemen naar voren kwamen. Kritiek en druk van buitenaf. En dan
Die druk van buitenaf, die resulteert opnieuw in kritiek binnenin van, kan je wel zo hard zijn ten opzichte van mensen die je willen helpen? Dus we gaan dus naar Haggai, hoofdstuk 1, en daar nemen we de eerste twee verzen. Daar lezen we het volgende. In het tweede jaar van koning Darius, dus dat is waar we geëindigd zijn daarnet in Ezra, hoofdstuk 4. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag dier maand, kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester. Aldus. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd dat des Heren huis herbouwd worden. Dus wij zien dat in die periode van 12 jaar, de uitwerking van die twee problemen, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het volk zegt, ja, wij geloven dat Jeruzalem moet wederopgebouwd worden. Wij geloven dat de tempel wederop moet gebouwd worden. Maar niet nu. Dat is wat we zo net hebben gelezen. Dat is wat de profeet openbaart. Dat is wat God zegt van, kijk, dat is wat ondertussen geworden is in die 12 jaar tijd. En ik denk dat het voor de hand ligt, de parallel naar vandaag. In onze benaming, Adventisten, wij geloven dat de wederkomst van Christus spoedig is. Wij geloven dat er een luide roep zal zijn. Wij geloven dat het evangelie zal gebracht worden naar de vier uithoeken van de wereld. Er zijn heel veel dingen die wij geloven. Maar is het niet zo dat ook wij eraan toevoegen, maar niet nu, later? Dat de wederkomst later is? Dat wij die en die dingen zullen doen, maar later? Dit is eigenlijk hetgene wat wij hier lezen in de profeet Haggai, die er eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat het werk geëindigd werd. In vers 3, dat is Haggai hoofdstuk 1, vers 3, lezen we dan het voort. En het woord des Heren kwam door de dienst van de profeet Haggai. Wat moeten we hier begrijpen? Wel, het volk, Zerubabel, en het volk is gestopt. Maar het is niet omdat het volk stopt, dat God daarom stopt. God is niet gestopt. Want wat lezen we hier in vers 3? God stuurt een profeet. Zoals ik daarnet zei, Haggai is de eerste profeet na de ballingschap. Haggai wordt opgeroepen door God van, nu moet je gaan. Dus wij zien dat God niet stopt. Zerubabel is gestopt, het volk is gestopt, de leiders zijn gestopt, Jozua de hoge priester is gestopt, maar God is niet gestopt. In vers 4 lezen we, is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Hoe moeten we dat nu begrijpen? Wat God hier nu eigenlijk zegt, binnen de hele context die we tot nu toe besproken hebben, wat God nu eigenlijk zegt is van, zie je niet dat de heropbouw van de tempel nog niet gedaan is? Die oproep die ik gedaan heb, waar jullie aan gehoor gegeven hebben, die oproep heb ik niet teruggetrokken. Hè? De taak is niet volbracht. Is het nu wel de tijd om neer te zitten en te jammeren over uw toestand? Is het nu wel de tijd om neer te zitten en ontgoocheld te zijn en te stoppen en te twijfelen? Dat is eigenlijk wat God eigenlijk de vraag stelt aan Zerubabel en het volk. Dat is eigenlijk wat we lezen in vers 4. In vers 5 lezen we dan, nu dan, zo zegt de Heer der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Wat Christus eigenlijk zegt is van, denk een keer terug. Denk een keer goed na.
Als je iets gedaan hebt, en nu vervul ik het een beetje omdat ik ook weet wat daarna komt. Maar wat hier eigenlijk staat, is dat God eigenlijk zegt van kijk, denk nu een keer terug na aan wat je gedaan hebt en vooral waarom heb je het gedaan. Eigenlijk zou je kunnen de vraag stellen, wat heeft u nu eigenlijk ontmoedigd? Wat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat je kwetsbaar bent, zodat je kan ontmoedigd worden? Dat is eigenlijk wat dat God vraagt. Als we dus in de problemen zijn, als we twijfelen, als we ontmoedigd zijn, dan vraagt God van, sta een keer stil bij wat je hebt gedaan. Sta een keer stil bij wat dat er allemaal gebeurd is. En we gaan het lezen. Vers 6. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Wat we hier nu eigenlijk lezen, in dat vers 6, is eigenlijk parallel aan Psalm 127. In Psalm 127 staat, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs, zwoegen de werklieden. Dat is het eerste deel. Dat gaat over werken. Maar het gaat eigenlijk zelfs nog verder in Psalm 127. Want in Psalm 127 zegt ook nog van, als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waken de wachters. Dus met andere woorden, zelfs datgene wat je hebt, dreig je dan te verliezen. Dus met andere woorden, God geeft hier inderdaad aan van, je hebt veel gedraaid, je hebt gegeten, je hebt verhuurd voor een loon. Dus heel veel werkwoorden, je hebt heel veel gedaan. Maar sta nu eens stil bij hoe het komt dat je eigenlijk nooit verzadigd geweest bent en zo verder. En het antwoord is, eigenlijk de vraag die wij ons dienen te stellen, is van, wat primeert nu eigenlijk echt in ons hart? En er is opnieuw een spreekwoord die zegt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Wel, over wat spreken wij dagdagelijks? Wat doen wij dagdagelijks? Waartoe gebruiken wij onze middelen? Waartoe gebruiken we de gros van onze tijd? Die vragen geven, of de antwoorden die wij geven op die vragen, geven ons een heel goede inkijk op de vraag, waarom gaan we niet vooruit? Waarom gaat het werk niet vooruit? Het ene staat niet los van het andere. En het is daarom dat God ook vraagt van, bedenk eens uw wedervaar. Bedenk eens wat je gedaan hebt. En ik zou er eigenlijk aan toevoegen van, of niet aan toevoegen, maar als we bedenken wat we doen, laten we ons dan ook eens de vraag stellen, maar met welke ingesteldheid doen we dat? Waarom doen we dat? Dus niet enkel wat, maar ook waarom. In Haggai, hoofdstuk 1 nog altijd, nu de versen 9 en 11, zijn harde versen, heel harde versen. We gaan ze eens lezen. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heeren der Heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen, over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen. Hier zien we dat als God zo handelt met zijn volk, dan moet het zijn, dat kan het ook niet anders zijn. Het is nog altijd die liefhebbende God. Het is nog altijd
die God die knielt en die onze voeten wast. Het is geen andere God. Het is dezelfde. Dus als die God zo handelt, waarom doet hij dat? Dat is opdat we het zouden begrijpen. Opdat de hardheid van ons hart eindelijk zou breken en dat we zouden inzien van, kijk, het zijn niet de daden die tellen, maar de ingesteldheid. Waarom doe je dat? Doe je dat om iets te verkrijgen, bij wijze van spreken? Of doe je dat omdat je mij graag ziet? Doe je dat om een ticketje te verwerven tot het Koninkrijk Gods? Of doe je dat uit dankbaarheid voor het offer dat gebracht werd? Daarover gaat het eigenlijk in essentie. En dat God eigenlijk aangeeft van, kijk, je kunt uzelf misschien bedriegen, maar mij niet. En daarom is hij ook zo hard. Van hoe harder ons hart, hoe harder dat God ons die les zal leren. Want die les is o zo belangrijk. Als we even teruggaan naar vers 8, staat er, beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt het huis. Dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heer. Dus eigenlijk wat we binnen dat hoofdstuk 1 van Haggai nu eigenlijk gelezen hebben, is dat we zien van, kijk, zolang dat wij ons concentreren op onszelf, dan gaat er eigenlijk maar ontmoediging uit voortvloeien. Als wij ons concentreren op onszelf, gaan wij ook heel veel vragen hebben. Van waar is God en waarom doet God dat? En waarom laat hij mij in de steek? En zo verder en zo verder. Op het moment dat wij dit loslaten en dat wij waarlijk ons hart aan God geven, dat wij stilstaan bij de vraag van wat is de beweegreden van wat ik doe, dat ik doe. En dat het antwoord op die vraag, dat dat hetgeen is wat God wil, op dat moment verandert alles. Dus het gaat er niet om dat wij niks moeten doen, maar het gaat erom van hoe we het doen. Dus met andere woorden, ons gebed hoort niet te zijn dat God ons zegent. Ik zeg nu misschien iets raar, en ik herhaal het daarom. Het gebed is niet dat God ons mag zegenen, maar dat wij gezegende instrumenten mogen zijn in Gods handen. Wij moeten niet vragen, kijk God, ik ga dat en dat en dat en dat doen, wil jij mij zegenen? Nee, nee, het is andersom. Laten we bidden dat wij gezegende instrumenten zijn, opdat God zou kunnen dat en dat en dat en dat doen. De zaken in de juiste volgorde. Het is geen oproep om neer te zitten in een zetel, maar het is wel een oproep om de zaken in de juiste volgorde te plaatsen. Want het vers 8 hier begint met het woord beklimt. Beklimt is een werkwoord. Dus met andere woorden, het is niet de vraag om stil te staan. Het is niet de vraag om te blijven twijfelen of wat dan ook. Maar het is de vraag om de zaken op de juiste manier te doen. Wat we hier ook zien in vers 8, want die vraag wordt eigenlijk letterlijk gesteld tot Zerubabel. God duwt Zerubabel niet weg. We gaan dat nog verder zien. Integendeel, wat we hier eigenlijk al zien in dat vers 8, is dat we mensen als Zerubabel nodig hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de zondagswet. We weten allemaal dat die zondagswet in verschillende fases komen. We weten allemaal dat in die eerste fase dat wij gaan ons dienen te schikken aan de wet die zal gestemd worden. Zolang dat die wet niet ingaat tegen de 10 geboden, dienen we ons aan te schikken. Maar dat heeft automatisch voor gevolg dat er ook een dag komt dat wij mensen zullen nodig hebben die die berg gaan beklimmen. Namelijk, op het moment dat het verboden is om de Sabbat te houden, dan zullen we mensen moeten hebben die ervoor zorgen dat zij die twijfelen, zij die het moeilijk hebben, dat zij meegetrokken worden door de gemeente om die Sabbat te houden. En ik weet niet onder welke vorm, want waarschijnlijk dat op dat moment zullen we niet meer in de mogelijkheid zijn om een zaal te huren en openlijk de Sabbat te vieren. Dus dat zal waarschijnlijk niet zijn zoals vandaag.
Maar we zullen wel mensen nodig hebben die de kracht en die inderdaad die berg beklimmen om het werk te doen. Want er staat heel duidelijk in Hebreeën dat wij de samenkomsten niet mogen nalaten. In Hebreeën staat er niet, als het u past of als de wet het toestaat, laat dan de samenkomsten niet na. Zo staat het er niet. Dus met andere woorden, zelfs in die moeilijke tijd zullen we moeten doen datgene wat nodig is. Dus het verhaal van Zerubabel is niet van de zaken zijn beloop te laten gaan. Integendeel, hier staat heel duidelijk, beklim het gebergte. Maar je moet het wel doen op de juiste manier. We gaan verder. In vers 12 lezen we iets heel zeldzaam. Iets dat heel, heel zelden gezegd wordt. In vers 12 lezen we, toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar het stem van de Heere hun God, en naar de woorden waarmede de Heere hun God de profeet Gagai gezonden had, en het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Wat is er hier nu zo uitzonderlijk? Het volk en Zerubabel, de leiders en het volk, luisteren naar de profeet. We hebben voorbeelden waarbij dat het volk luistert, maar de leiders niet. We hebben voorbeelden waarbij dat de leiders luisteren, maar het volk niet. Maar hier hebben we eens een voorbeeld waarbij en het volk, en de priester, en de landvoogd luisteren naar de geest der profetie. Ik heb het een beetje vertaald. Hier is het letterlijk naar de profeet, voor ons is het naar de geest der profetie. Er komt een tijd waar dat kleine restje inderdaad iedereen in eenheid zal gehoor geven aan de geest der profetie. Vers 13. En Haggai, de bode des Heeren, zeide, krachtens de boodschap des Heeren tot het volk. Ik ben met u, luidt het woord des Heeren. Dus met andere woorden, eigenlijk een beetje wat we al eerder zeiden. Het is niet mogelijk om ochtendwijding te doen, om gebed te doen, om Gods woord te bestuderen en tegelijkertijd met de vraag zetten, waar is God? Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Met andere woorden, als het volk ontmoedigd was, als het volk zich de vraag stelde, waarom doet God dat? Waar is God? Waarom laat God de dingen gebeuren zoals ze nu gebeuren? Zolang dat je die vragen hebt, en die kunnen oprecht zijn, maar dat wil eigenlijk zeggen dat je op dat moment moet begrijpen, 's morgens heb ik tijd nodig voor ochtendgebed. Heb ik tijd nodig om Gods woord te bestuderen. Heb ik tijd nodig om met God te wandelen. En automatisch gaan al die vragen wegraken. Wat we hier eigenlijk ook zien in dat vers 13, en eigenlijk in het geheel dat we nu besproken hebben, is eigenlijk de ware betekenis van wat het betekent God te vrezen. We kennen allemaal de drie engelenboodschap. De eerste engel zegt of roept ons op, vreest God en geeft hem eer. Maar wat betekent eigenlijk God vrezen? Ik denk dat er al heel veel predikingen gegeven geweest zijn rond die woorden. Maar eigenlijk, we kunnen ook verwijzen naar wie dat voor de eerste keer gezegd geweest is. Tot Abraham is gezegd geweest dat Abraham God vreesde. In welke context? Wel, in de context waarin dat Abraham er eindelijk toe kwam om Isaac te offeren. Datgene wat voor hem het kostbaarste was dat hij had. Zijn hele leven lang had hij uitgekeken naar een zoon. Hij heeft nu die zoon. Wel, Abraham
uit vrees voor God. En dus laten we duidelijk zijn, niet uit angst. Het woordje vrees wordt in de Nederlandse taal vaak gekoppeld aan het woord angst. Maar hier is het niet uit vrees. Abraham had geen angst. Abraham heeft niet 3 dagen gewandeld naar die berg Moria om daar dan Isaac, of de bereidheid om Isaac daar te offeren, heeft dat niet gedaan uit angst. Datgene wat Abraham ertoe gebracht heeft, is eigenlijk dat Abraham begreep van, kijk, iedere keer dat ik mijn eigen weg ga, maak ik grote, grote problemen. Maar God is standvastig, heeft zijn beloftes gedaan en hij houdt zich aan zijn beloftes. En iedere keer dat ik daarop bouw, iedere keer dat ik daar dat geloof en die weg behandel, is het mij goed gegaan. En omwille van dat inzicht, omwille van, dat is dus de vreze Gods, omwille van die vreze Gods, dat hem zegt van, kijk, wat God zegt, God is zoveel meer dan ik. Hij is de schepper van hemel en aarde. Wat God zegt, daar ga ik op bouwen. En dit is hier eigenlijk exact hetzelfde. Dat het volk en Zerubabel begrepen heeft van, wij dienen te bouwen op Gods beloftes. In vers 14 lezen we het volgende. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Zealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen. Dus wat we zien is, omdat zij geluisterd hebben naar de profeet, zo is er opwekking. Dus met andere woorden, wij kunnen heel veel presentaties, video's bekijken over opwekking. Je kan deelnemen aan speciale weekends, soms weken, seminaries over opwekking. En ik kan niet zeggen dat dat niet werkt. Maar wat we ons moeten bewust zijn, is dat die zaken kunnen pas een uitwerking hebben als er een werking is in ons hart. Als we met ons hart luisteren naar de profeten, als we met ons hart luisteren naar wat God zegt, dan is opwekking mogelijk. Enkel dan. We gaan nu naar hoofdstuk 2 van Gagai en onmiddellijk naar het vers 4 en 5. Daar lezen we het volgende. Wie onder u is overgebleven die dit huis in zijn vroege heerlijkheid gezien heeft? Hoe ziet gij het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? Dus in dat vers 4 richt God zich eigenlijk, spreekt Gagai eigenlijk tot diegenen die de kritiek hadden van, dat is niet dezelfde grootte, het is niet even mooi. Het is niet op hetzelfde ontwerp en zo verder. Wat zegt God eigenlijk van, ja, maar om het in een mooi woord te zeggen, de grandeur van iets wordt niet bepaald door hoe groot iets is. Dus met andere woorden, ik ga het nu vertalen naar vandaag, de taak die wij doen, hoe God die taak bekijkt, is niet in functie van hoe maatschappelijk belangrijk een taak wordt opgevat. Dat is niet de manier waarop dat God naar een taak kijkt. Dat is hetgene die maakt dat iets belangrijk is. Waarom gaat God de tempel, die Zerubabel en het volk nu aan het opbouwen is, als uiterst bijzonder gaan beschouwen? Wel, we lezen het in vers 5. In vers 5 lezen we, maar nu, wees sterk, Zerubabel, luid het woord des Heeren. En wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, gij, volk des lands, luid het woord des Heeren. En gaat aan het werk, want ik ben met u, luid het woord van de Heer der Heeren. Dus met andere woorden, als wij niet in staat zijn om bijvoorbeeld de zee te doen opengaan, als wij niet in staat zijn om de paus uit te dagen met 95,
Ga God dat als miniem beschouwen? Het antwoord is nee. God roept ons op. En dat kan zijn in heel kleine taken. Maar we gaan verder. In vers 7 en 8. Want zo zegt de Heer der Heerscharen. Een ogenblik nog, een korte wijle, en dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. Dus met andere woorden, wanneer is een taak groot? Wat maakt die tempel die nu opgebouwd wordt door het volk en Zerubabel, wat maakt die tempel groot? Die tempel is veel groter dan Salomo, omwille van het feit dat het in die tempel is dat Christus zal wandelen. Wat maakt een taak groot die wij doen? En of dat dan nu ouderling is, of dat iemand is die aan de inkomdeur goeiemorgen zegt, of dat iemand is die 's avonds de wc's kuist. Welke taak het ook mag zijn, wat maakt een taak groot? Dat is op het moment dat wij de taak uitvoeren wanneer dat Christus in ons hart woont. Dat maakt die taak groot. Niet de grandeur van de tempel, niet de schoonheid van de pilaren, maar wel wat dat er in die tempel zit. En op het moment dat je dat verstaat, dan verandert alles. En dat is eigenlijk hetgene wat God eigenlijk ons uitlegt via zijn profeet Haggai. We gaan verder naar het vers 10. En vers 10 hebben we eigenlijk daarnet gelezen. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heer der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. In vers 9, we gaan even terug, dus we hebben gezien wat iets groots maakt. Als Christus er is, dat maakt het groot. In vers 9 lezen we, van mij is het zilver, van mij is het goud, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? God zegt van wie behoort het goud? Ja, van God. Dus met andere woorden, God kijkt niet naar dat zilver en dat goud. Voor ons kan dat misschien kostbaar zijn, maar voor hem is dat hetgene wat hij gemaakt heeft. Hij heeft dit gemaakt, hij bezit het. Wat moeten wij daaruit begrijpen? Het gaat niet over ons verstand, het gaat niet over onze financiële middelen, het gaat niet over onze wijsheid. Dat zijn niet de dingen die God vraagt, want dat is hetgene wat hij ons gegeven heeft. Indien wij verstand hebben, indien wij wijsheid hebben, indien wij gezond zijn, indien wij financiële middelen hebben, dan is dat omdat God ze gegeven heeft. Dat is eigenlijk de betekenis van het vers 9. Dus het gaat niet over die dingen. Dus het gaat niet of dat iemand grote financiële giften doet. Het gaat niet of omdat iemand fantastische predikingen geeft en op een zeer goede manier kan spreken. Daar gaat het niet om. Want dat zijn allemaal gaven die God gegeven heeft. Maar zoals we gezien hebben in vers 10, wat iets werkelijk de moeite maakt, wat God werkelijk als waardevol bestempelt, dat is inderdaad als Christus in ons hart is. De versen 19 en 20. We zijn bijna aan het einde van Haggai. Bedenk toch wat vooraf gegaan is aan deze dag. De 24e der negende maand van de dag aan waarop de tempel des Heeren gegrondvest werd. Bedenkt, is er nog zaad in de schuur? Ja, ook de wijnstok, de vijgenboom, de granappelboom en de olijfboom hebben niet gedragen. Van deze dag aan zal ik zegenen. We hebben daar die harde verzen gelezen daarnet. Maar op het moment dat we de boodschap dat God ons geeft door de profeet Haggai begrijpen, vanaf die dag, zegt dat vers, vanaf die dag zal God zegenen en verandert alles. Zoals ik zei,
We komen nu op het einde en ik denk als jullie jullie Bijbels open hebben, dan heb je nog dat laatste stukje, de versen 21 tot en met 24. En die laatste versen zijn heel bijzonder. In die zin, Ellen White gaat, als zij het geeft over 1888, en daar hebben we het over de boodschap over de rechtvaardiging door het geloof, dat eigenlijk de kern uitmaakt van wat betekent van christen te zijn, dan gaat zij die boodschap gaan bestempelen als, in het Engels, most precious truth. Dus de meest waardevolle boodschap of waarheid die we ontvangen hebben. Nu, diezelfde woorden, most precious truth, gebruikt zij ook bij deze verzen. De versen 21 tot 24. En wat staat daar nu precies? 21, 22 lezen we. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Gagai op de 24ste der maand, aldus, zeg tot Zerubabel, de landvoogd van Juda. Zerubabel was diegene die in de leiderschap was op het moment dat het werk gestart werd, maar ook gestopt werd. Het werk werd gestaakt, het werd stilgelegd, het werd gestopt. Dat is. En nu lezen we dat uitgerekend tot Zerubabel, en het is heel persoonlijk, het is een heel persoonlijke boodschap. Jij die ontmoedigd bent, jij die verantwoordelijkheid draagt dat Gods werk gestopt is, jij tot wie dat God u geroepen heeft en dat jij gestopt bent, tot die persoon richt God zich nu in de volgende verzen. En wat zegt God tegen die persoon? Ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen. De kracht van de koninkrijken der volken verdelgen. De wagens en wie daarop rijden omverwerpen. En de paarden en hun ruiters zullen neerstorten. Ieder door het zwaard van de ander. Te dien dagen, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Zealtiel, mijn knecht nemen, luidt het woord des Heren. En ik zal u tot een zegelring maken, want u heb ik uitverkoren, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Dus met andere woorden, is heel persoonlijk. Gij, die de verantwoordelijkheid gehad, leiderschap gehad, op het moment dat het werk gestopt is, wel, gij, als jij gehoor geeft aan de boodschap van de profeet, als dan ga ik u maken tot een zegelring. Nu, wat wil dat woord nu eigenlijk precies zeggen? Wij weten allemaal wat het betekent verzegeld. Hè? Een zegel, dat is niet zomaar een juweel. Een zegel, dat is iets waarbij dat diegene die het zegel zet, zegt van kijk, dat is van mij. Hij vertegenwoordigt mij. Dat is een zegel. Dus met andere woorden, als God uitgerekend tot Zerubabel zegt, jij wordt mijn zegelring, dan wil dat zeggen dat vanaf dat moment aan alles wat Zerubabel doet of zegt, eigenlijk een beeld is van God. God zegt van, jij, ik maak u tot mijn zegelring. Dat is eigenlijk wat God hier nu eigenlijk zegt tot Zerubabel. En dus ook voor ons, daar waar wij vaak het woord zegel gebruiken, wij gebruiken vaak het woord zegel in een context van verzegeling, in een context van wij worden verzegeld, dus wij zijn zeker dat we gered zullen zijn, dat we een ticketje krijgen tot het Koninkrijk Gods. Maar hier is het dus helemaal anders, hè? Eigenlijk dienen we te begrijpen dat verzegeld zijn niet is van je bent gebetoneerd. Want eigenlijk zijn we al gebetoneerd. Hè? Is het niet zo dat op het moment wij ons laten dopen, dat God zegt van, nu ben je van mij?
en dat hij voor ons zal rechtstaan? Die verzegeling waar hier Haggai over spreekt, waar God eigenlijk belooft tot Zerubabel, wil zeggen, kijk, ik ga u tot een zegel maken. Alles wat jij doet en zegt, zal een beeld zijn van wie ik ben. Dus met andere woorden, de focus ligt niet op Zerubabel, het is allemaal oké voor jou. De focus ligt van, kijk, ik ga jou als een uitverkoren instrument gebruiken tot zegen voor alle volkeren, voor alle stam, taal, volk en natie. Dat is een heel andere benadering van het woord verzegeling. De benadering is niet gericht op ons. De benadering is van wat wij kunnen betekenen voor de anderen. En dit is precies wat God eigenlijk belooft tot Zerubabel. En ik ben bijna aan het einde. We kunnen misschien toch heel eventjes nog een derde boek nemen, want zoals ik zei, er bestaat geen boek Zerubabel. Dus we moeten deels in Ezra gaan. We hebben heel lang stilgestaan bij Haggai, maar ook in Zacharia staat er toch wel een en ander. En we gaan dat heel kort houden, maar het zou toch jammer zijn om die krachtige, mooie versen toch niet te gaan nemen, nu we het hebben over Zerubabel. In Zacharia, hoofdstuk 4, vers 6. In hoofdstuk 4, vers 6 staat het volgende. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heren, tot Zerubabel. Niet door kracht, nog geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. Dus met andere woorden, we hebben daarnet gezien, oké, op het moment dat Zerubabel en het volk begrijpt dat wat werkelijk telt, is dat wij een instrument zijn in Gods handen, dat Christus in ons hart is. Dat dat de beweegreden is van wat wij doen. Op het moment dat we dat begrijpen, verandert alles. Maar wat betekent verandert alles? Wil dat dan zeggen dat vanaf die dag wij oneindige financiële middelen hebben? Dat er heel veel tijd is? Geen druk, dat alles op wieltjes loopt, dat er geen kritiek meer komt, is dat dan alles veranderd? Nee, dat blijft. Dat zal niet veranderen. Dat blijft. We gaan verder lezen. Vers 7. Wie zijt gij, grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel, wordt gij een vlakte? Hij zal de hevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil, zij hem. Wat hier nu staat in dat vers 7, is dat wij op het moment dat wij voor een berg staan, en zoals we daarnet in Haggai gezien hebben, dat wij die berg dienen te beklimmen. Er zijn werkwoorden, er zijn heel veel werkwoorden in Haggai. Dus de boodschap is niet van te blijven zitten. Maar de vraag is, hoe dienen we die berg te beklimmen? Wel, wij dienen die berg te beklimmen door te wachten. Zo dienen wij die berg te beklimmen. Te wachten tot op het moment zegt, tot op het moment dat God zegt, wie is die berg? En dat die berg afgevlakt wordt. Op dat moment dienen wij die berg te beklimmen. Op dat moment dienen wij vooruit te gaan. Dat wij wachten tot op het moment dat God voor ons werkt. En dat wij God volgen. En dat vers dat we zo net hebben gelezen, over die berg, zegt ons nog iets. Dat vers zegt dat God zal Zerubabel tot een hevelsteen maken. Nu, die hevelsteen, dat is eigenlijk een deksteen of een sluitsteen, hoe je het ook noemt. Dat is eigenlijk de laatste steen die moet geplaatst worden als een werk geëindigd wordt. In de Bijbel kennen we heel veel verhalen. Als we bijvoorbeeld denken aan Abraham. Abraham kreeg de belofte van dus
het beloofde land. Maar Abraham heeft het nooit echt tot zijn bezit gehad. Mozes was de leider om het volk van Egypte naar het beloofde land te brengen. Maar Mozes heeft nooit een voet in het beloofde land gezet. David heeft alles in gereedheid gesteld om de tempel te bouwen. Maar David heeft geen nagel ingeklopt in de bouw van de tempel. Maar bij Zerubbabel is het helemaal anders. Zerubbabel is iemand die zich ingezet heeft, die ontgoocheld werd, die ontmoedigd werd, die is blijven zitten, het werk is stilgevallen. Maar op het moment dat hij het woord van de profeet hoort en zijn hart laat vullen door Christus, op dat moment zegt God van, kijk, ik ga niemand anders nemen. Gij ga verder doen. Met jou ga ik nu verder doen. Niet iemand anders. Zerubbabel wordt de gevelsteen. Hij wordt het sluitstuk. Hij zal dat sluitstuk zetten. Dat is wat hier nu staat. Dus met andere woorden, God wil door het voorbeeld van Zerubbabel, door Hans het verhaal dat we hier gelezen hebben, goed begrijpen dat God meegaat. En als iemand ontgoocheld is, dan weet God dat ook, dat wij zullen ontgoocheld zijn. De vraag is, zullen wij de lessen leren, zullen wij de hardheid van ons hart achterwege laten en Christus ons hart laten vervullen. En op het moment dat we dat doen, dan zegt God van, nu ben jij het meest kostbare instrument in mijn ogen. En hij zal ons verder gebruiken, totdat het werk volledigd is. Ik denk dat we hier een heel mooie invulling hebben van dat vers dat we lezen in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 6. Waarin we lezen, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus. En inderdaad, wij, wie zijn wij? Een kleine rest, met al onze problemen. Ik denk ontmoediging, kritiek, ontgoocheling, noem maar op, we kennen dat allemaal. Maar het verhaal van Zerubbabel vertelt ons dat als wij gehoor geven aan de woorden die God gesproken heeft door Haggai, op het moment dat we dat doen, dat wij het instrument zullen zijn waarmee dat God het werk zal volledigen. En ik zou dan ook willen eindigen met een allerlaatste tekst, en die vinden we in Romeinen hoofdstuk 12, naar de versen 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Amen. Mag ik jullie nu uitnodigen om recht te staan voor